De dubbele titel van deze tentoonstelling, Licht uit het Oosten, Licht op het Oosten, verwijst naar enerzijds de fotomateriaal die we gebruikt hebben voor deze tentoonstelling. Foto's die afkomstig zijn uit de archieven van een grote Gentse geleerde, professor Frans Cumont, geboren in 1868 in Aalst en gestorven in 1947. Professor Cumont was een van de grote specialisten van zijn tijd en geldt nog steeds als een van de autoriteiten op het vlak van wat hij noemde de Oosterse religies. Oosterse religies die culten waren, inwijdingsculten, geheime inwijdingsculten, mysteriekulten, die afkomstig waren uit wat wij nu noemen het Midden-Oosten, de Levant, de Oriënt, en die afkomstig waren uit Perzië, uit het huidige Syrië en Libanon, Egypte en wat men vroeger Klein-Azië noemde, het huidige Turkije. Dit zijn culten voor godheden zoals de Perzische Mithras, de Egyptische Isis en Osiris Serapis, de Klein-Aziatische Attis en Kybele en een hele reeks Baals uit verschillende Syrische steden zoals Damascus, Palmyra of het nu in Libanon gelegen Baalbek. Licht uit het Oosten verwijst naar de Latijnse frase ex oriente lux, uit de Oriënt, uit de Levant, uit in dit geval het Midden-Oosten, komt het licht, natuurlijk het licht van de zon, maar in spirituele zin ook de verlichting. En die culten die Cumont bestudeerde, en zeker de manier waarop hij ze bestudeerde, gaan over een niveau van spiritualiteit die voor Cumont en in zijn interpretatie, en het is misschien belangrijk om te zeggen dat deze tentoonstelling geen overzicht wil bieden van de huidige manier waarop die culten bestudeerd worden, maar eerder een beeld wil geven van de manier waarop Cumont zijn onderzoek deed en de visies die hij ontwikkelde over die verschillende culten. Licht uit het Oosten, licht op het Oosten, biedt een vrij unieke blik op enerzijds de manier waarop aan wetenschap gedaan werd in de late 19e en vroege 20e eeuw. En het biedt ook, denken wij, een heel mooie collectie van uitzonderlijke foto's. Foto's die Cumont voor een deel zelf gemaakt heeft tijdens zijn vele reizen door het nabije Oosten, door Turkije, door Syrië, bezoeken die hij gebracht heeft aan Libanon, aan Egypte. En bovendien kocht hij ook foto's bij professionelen. Dus de collectie van foto's die we hier tonen zijn enerzijds foto's die hij zelf gemaakt heeft. En dat was vrij uitzonderlijk dat iemand, een privépersoon, vanaf eind 19e eeuw beschikte over een eigen camera en die eigen camera meenam, systematisch meenam op zijn ontdekkingsreizen om die reizen te documenteren, de omstandigheden waarin die exploratiereizen zich hebben voorgedaan te documenteren, op foto vast te leggen. Die foto's heeft hij zijn hele leven lang bewaard en die collectie is door omstandigheden in Rome terechtgekomen waar ze in de archieven van de Academia Basica bewaard worden. Om te begrijpen waarom de archieven, de boeken, de bibliotheek van Cumont en ook die foto's die we hier gebruiken terechtgekomen zijn in de Academia Basica, moeten we iets zeggen over de tijdsgeest en ook de politieke context van de Universiteit Gent, waaraan Cumont werkzaam was, eind 19e, begin 20e eeuw. Ik zei reeds dat Cumont geboren was in Aalst in 1868. Dat is het Aalst van Daens, dat is het Aalst van Charles Woeste, dat is het België, waarin eind 19e, begin 20e eeuw de katholieke partij de absolute meerderheid had. En er is ook een context in de geschiedenis van de Universiteit Gent, een context waarin de toenmalige ministers van wetenschap en onderwijs de absolute macht hadden om mensen te benoemen voor professorschappen, maar ook te benoemen voor individuele cursussen. Reeds lang hadden de universitaire autoriteiten geprobeerd om meer autonomie te krijgen in het benoemen van universiteitsprofessoren en in het kiezen van docenten voor hun cursussen. En op een bepaald moment in 1910 stelt de faculteit Cumont voor de geschiedenis, de cursus geschiedenis van Rome. Cumont was begin
20e eeuw al een internationale autoriteit. Zoals ik zei, hij was een specialist van wat hij noemde de Oosterse culten, de Oosterse religies, met name van Mithras. En over Mithras, over de Romeinse cultus van de Perzische Mithras, had hij de standaardwerken geschreven reeds eind 19e, begin 20e eeuw. Hij was alom beroemd en werd gevraagd om lezingen te geven aan de grootste wetenschappelijke instellingen ter wereld. Dus het was maar voor de hand liggend dat de faculteit hem voorstelde voor de cursus Geschiedenis van Rome. Maar de minister weigerde om Cumont te benoemen. Nu, in 1910 was dit voor Cumont voldoende reden om zijn ontslag in te dienen als protest tegen de politieke inmenging in de autonome beslissingen van de faculteitsraad van zijn tijd. En dit ontslag en deze weigering van de minister om zo'n autoriteit de cursus te laten geven die de faculteit hem wou toewijzen, heeft geleid tot een hele affaire. Een affaire waarvan u hier een affiche ziet die nog bewaard is in de archieven van de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent. De weigering van de minister heeft geleid tot hevige debatten, zowel in de kranten tussen katholieke en liberale pers, heeft geleid tot hevige debatten in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat, waar socialistische en liberale volksvertegenwoordigers de kant kozen van de Universiteit Gent en van Frans Cumont tegen de katholieke regering. Het heeft ook geleid tot hevige protesten bij de studenten en tot grote manifestaties van de studentenbevolking van 1910. En natuurlijk in de tijd dat de Universiteit Gent slechts een duizendtal studenten telde en de faculteit letter- en wijsbeheerte ook relatief klein was. Nu, deze affiche die u hier ziet, de krantenknipsels die we verzameld hebben in deze tentoonstelling en die we ook documenteren in het boekje, hebben niet geleid tot een terugtrekking van dat ontslag. En Cumont is uit Gent vertrokken, is uiteindelijk ook uit België vertrokken. Cumont had sinds lang ook de functie van conservator voor de antiquiteitencollectie van de musea aan het Jubelpark. Ook die positie heeft hij door politieke inmenging verloren en hij is verbitterd vertrokken uit België, verbitterd over de manier waarop het wetenschappelijk onderzoek in die tijd in België gepolitiseerd was. Hij is naar Parijs getrokken, maar voornamelijk eigenlijk in Rome gaan wonen. En het is in Rome dat hij in de jaren 30 de eerste voorzitter van de Raad van Bestuur geworden is van de Academia Belgica. En het is ook daar, in de Academia Belgica, dat hij zijn enorme privébibliotheek, een enorme collectie van wetenschappelijke boeken en artikels heeft nagelaten. Dat er een unieke collectie van 12.000 brieven, wetenschappelijke correspondentie van Cumont, bewaard wordt. En dat wij ook hebben de collectie van foto's kunnen vinden. Er zijn meerdere honderden foto's, sommige in negatieven, andere in afdruk, waarvan wij natuurlijk een selectie gemaakt hebben om het leven en het werk van Cumont te documenteren, met als invalshoek, zoals gezegd, die specialiteit van Cumont, die esoterische culten uit het Midden-Oosten. Cumont en zijn tijdgenoten publiceerden artikels, grote boeken, gaven ook lezingen voor een groot publiek, waarin parallellen getrokken werden tussen het christendom en die heidense antieke mysteriekulten, inwijdingskulten, zoals die voor Adonis, voor Attis, voor Osiris Serapis en voor Mithras. En vergelijkingen waarin de uniciteit van het christendom in vraag gesteld werden, waarin aangetoond werd dat sterven en verrijzenis van Christus niet de enige cultus is die dergelijke ideeën naar voren bracht, maar dat vergelijkaardige ideeën te vinden waren in de culten uit andere regio's van het Nabije Oosten, hebben de wrok van de mensen zoals Charles Wooste en de minister van Onderwijs veroorzaakt. En we weten uit verschillende bronnen dat dit eigenlijk de context is waarom Cumont het doseren van de cursus Geschiedenis van Rome geweigerd is. De liberale studenten hebben in een jaarboek van de jaren 1910-1911
de affaire Cumont, het ontslag van Cumont, het vertrek van Cumont uit de Universiteit Gent, gekaderd in de crisis van het modernisme en het antimodernisme. De katholieke kerk probeerde al sinds eind 19e eeuw het vrije onderzoek naar de godsdienstgeschiedenis, de vergelijkende godsdienstgeschiedenis en de vergelijking tussen het christendom, het vroege christendom en de Bijbel en andere religieuze tradities uit die tijd tegen te houden. De weigering van de minister om Cumont een zo belangrijke cursus te geven in de opleiding van Universiteit Gent werd door die liberale studenten zeer expliciet door die spotprent van Paus Pius X in het kader van de antimodernisme strijd geplaatst. En de spotprent is zeer origineel, toont de paus niet als de onfeilbare, l'infaillible pasteur, maar als l'infaillible gaffeur. U ziet hem met een roeien met een boodshaak. En een boodshaak in het Frans is een gaf, wat natuurlijk niet alleen een boodshaak is, maar ook een blunder of een flater. Dus de paus wordt hier als de onfeilbare blunderaar, als de onfeilbare gustflater, als het ware, neergezet. Zoals gezegd, Cumont was professor aan de Universiteit Gent vanaf de jaren 1890 tot zijn ontslag in 1910-1911. Vanaf 1912 is hij eigenlijk uit België vertrokken en afwisselend in Parijs gaan wonen en in Rome. In Rome is hij een van de drijvende krachten geweest achter de Academia Belgica. Het is in de Academia Belgica dat we zijn fotocollectie hebben teruggevonden en dat we deze fototentoonstelling hebben kunnen opbouwen uit de vele honderden foto's die Cumont verzameld had. Foto's die hij gebruikte voor zijn publicaties. En misschien mag hier toch vermeld worden dat Cumont niet minder dan 1000 publicaties in zijn lange leven, maar toch 1000 publicaties op zijn lijst heeft kunnen zetten. Dit gaat van kleine artikels tot monumentale boeken, zoals zijn grote werk Text et Monument Figuré, relatief au mystère de Mitra. En dat toont meteen al hoe origineel Cumont was in zijn benadering. Ik wil zeggen, het is origineel dat hij foto's gebruikte om zijn reizen en zijn ontdekkingen zelf te documenteren. Dat hij die foto's ook gebruikte in zijn publicaties. Maar uit die titel Text et Monument Figuré kunnen we eigenlijk afleiden hoe interdisciplinair Cumont was. Hij was opgeleid, hij had klassieke filologie gestudeerd aan de Universiteit Gent. Hij had zich verder vervolmaakt aan de universiteiten van Bonn, Berlijn, Wenen en Parijs. Hij had daar nog andere disciplines gestudeerd. Maar zijn benadering van Dimitras Cultus, Text et Monument Figuré, toont duidelijk dat hij van in het begin interdisciplinair was. Dat hij niet alleen alle teksten als een filoloog verzameld en geïnterpreteerd heeft, maar dat hij ook op zoek gegaan is naar alle mogelijke archeologische en kunsthistorische documenten, beelden van groot tot klein, die hij kon vinden om die cultus van Mitras te bestuderen. En dat is een rode draad eigenlijk door zijn hele leven, door zijn hele werk. Cumont heeft over enorme hoeveelheid onderwerpen gepubliceerd. Mitras en de Oosterse culten is slechts een deel van zijn expertise. Hij was ook een van de grote specialisten van de astrologie, van de antieke Grieks-Romeinse astrologie. En hij was een specialist van opvattingen over leven na de dood. Op het einde van zijn leven heeft hij een meesterwerk geschreven, Lux Perpetua, dat spreekt en nu nog altijd een standaardwerk is over de verschillende opvattingen die de Romeinen hadden over een leven na de dood en hoe dat er eventueel zou kunnen uitzien. Hij is ook iemand die blijvende interesse had in antieke kunst en die ook tegen het einde van zijn leven een groot werk geschreven heeft over symbolisme funéraire, dus over symbolisme op de grafmonumenten van de Romeinen. Dus die man had een zeer brede interesse, een enorme expertise, een enorme werkkracht ook. En wist dat te combineren met een heel actief leven. Cumont was geen wat men noemt armchair geleerde. Hij was iemand die om de terrain was, zoals men in het Frans zegt. Iemand die effectief op expedities getrokken is, die meermaals vanaf eind 19e eeuw heel Europa doorreisd heeft om
vondsten te doen voor de Mithrascultus en die vanaf het jaar 1900 grote, maandenlange ontdekkingsreizen gedaan heeft door wat nu het noorden van Turkije is, het oosten van Turkije, door Syrië, door Libanon enzovoort. Dus in zijn leven heeft hij enorm veel gereisd en gelukkig voor ons ook die reizen gedocumenteerd door vele foto's. Cumont was uniek en vooruitstrevend voor zijn tijd, omdat hij in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten aan het antieke Midden-Oosten een positieve bijdrage toekende tot de hele cultuurgeschiedenis. Hij is iemand die gestudeerd had in de 19e eeuw, beïnvloed was door de Duitse wereldvisie, de Duitse geschiedenisvisie, en die in die zin een evolutionist was, die een vooruitgangsgedachte voorstond. Maar het is uniek in die tijd dat men de bijdrage van de Oosterse culten, zoals Mithras, zoals Egyptische Isis en Osiris, beschouwde als iets positiefs. Veel van zijn tijdgenoten beschouwden de impact van de Oosterse godsdiensten als een element in wat Gibbon genoemd had de decline and fall of the Roman Empire. Sommigen zelfs als een van de oorzaken voor de decadentie en de ondergang van het Romeinse Rijk. Cumont nam een heel andere houding in. Hij was een klassiek filoloog, dus getraind in de klassieke kanonieke teksten, maar hij was iemand die met een zeer open blik ook de Oosterse godsdiensten en culturen bestudeerde en die bovendien van mening was dat die Oosterse culten in de vooruitgangsgedachte juist een positieve bijdrage geleverd hadden. Voor Cumont hadden die Oosterse culten een hoger moreel gehalte dan het klassieke, traditionele Grieks-Romeinse heidendom. Zij predikten een hogere moraal, die verbonden was aan een visie op het hiernamaals, op een leven na de dood, en een leven na de dood dat in de interpretatie van Cumont ingekaderd was in een wetenschappelijke visie op de wereld. Althans, in de toenmalige antieke wetenschappelijke visie op de wereld, waarbij volgens hem al die culten een vorm van onsterfelijkheid in de sterren, van astrale onsterfelijkheid predikten. Bovendien hadden ze ook een hogere emotionaliteit, hadden ze een grotere emotionele band met de volgers, met degenen die ingewijd waren, zowel op het vlak van de mythen die over die goden verteld werden, als in de rituelen die een hogere emotionele impact hadden. En dus voor hem is het succes van die Oosterse culten te wijten aan een vooruitgang in de geschiedenis van de godsdiensten, een vooruitgang in de geschiedenis van de moraliteit en een bepaalde combinatie tussen toenmalige wetenschap, toenmalige ethiek en toenmalige religieuze vormen. De tentoonstelling is een fototentoonstelling. Wij hebben een selectie gemaakt van foto's die zijn leven en zijn ontdekkingsreizen documenteren van de jaren 1895, vooral 1900, tot het einde van de jaren 30. Dus het is zijn hoofdperiode die we op die manier kunnen documenteren. We hebben die foto's natuurlijk gecombineerd met panelen die uitleg geven, die op zich weer geïllustreerd zijn, maar die uitleg geven over zijn verschillende werken. We hebben ook uit de collecties van de facultaire bibliotheek en de centrale bibliotheek van de Universiteit Gent een keuze kunnen maken. Ik zei daarnet, de man heeft meer dan 1000 publicaties, maar we hebben toch ook een soort chronologisch overzicht kunnen maken van zijn belangrijkste publicaties, waarbij we ook het manuscript, dus het handschrift van zijn eerste grote werk over Mithras, hier met een aantal uitgelezen bladzijden kunnen illustreren. Zijn doctoraat is nog bewaard hier aan de Universiteit Gent en een hele reeks van zijn werken over de Oosterse godsdiensten, over astrologie, over zijn opgravingen in de jaren 30 in Dura Europos aan de Eufraat, de toenmalige grens tussen het Romeinse en het Perzische Rijk. Een plek waar unieke vondsten gedaan zijn, oudste christelijke kerkje, een unieke synagoge met figuratieve Joodse kunst die bijbelscènes afbeeldt, maar ook met een Mithras heiligdom waar hij op 66-jarige leeftijd nog naartoe gereisd is en waar een van de bekendste foto's hem toont samen met zijn collega Michal Rostovtsev van de Universiteit van Yale. Zij beiden staan voor de centrale
taferelen van de stierdoding, de torctonie, het mythische stierenoffer dat centraal staat in de Mithras cultus en zowel vruchtbaarheid aan de natuur als spirituele verlossing biedt aan de volgelingen.